ziet hier de prachtige Doesburgt en het klooster Engelendaal. Beide zijn culturele trekpleisters. Weet je, er is zelfs een echte spookkamer in het kasteel. Maar er is nog meer. In alle kernen zijn echt oude gebouwen te vinden, uit het ver verleden. Als wethouder bestuur, groen en omgeving heb ik een rijke en belangrijke portefeuille onder mijn hoede. Door met de bewoners te praten over het groenbeleid, hoop ik in de komende periode te realiseren dat wij er als gemeente 5 parken en 6 kilometer wandelpad bij krijgen. Verder ambieer ik dat meer mensen de parken gaan bezoeken. Dit aantal hopen wij vanuit het college van burgemeesters en wethouders te ontwikkelen naar 25. Groen is een essentie voor onze gemeente en ik mag voor de bewoners werken aan het groen in de gemeente. In 2008 is het nieuwe gemeentehuis opgeleverd waar het gemeentebestuur is gevestigd. Daarnaast zijn er in verschillende kernen servicepunten waar burgers met hun vragen terecht kunnen. Zo! Ja, hallo met Charlotte. Ik sta hier aan de Stikkerstraat en hier zit de stoeptegel los. Zouden jullie dat even kunnen repareren? Bedankt. Ja, zo zijn we. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij misschien nog even plek om een nachtje te slapen? In het klooster bij ons? Ik zal eens even kijken of nog plek voor jou hebt in het klooster. Maar dan heb je een mooie fiets trouwens. Dankjewel. We hebben ook nog hele andere fietsen. Maar die kun je misschien straks wel zien. Ja. Kom maar binnen. De gemeente Groenendaal is het stadscentrum in het Groene Hart. Groenendaal beschikt over een rijke historie met de bijbehorende culturele trekpleisters. Zoals de Doesburgt en het klooster Engelendaal. Toch staat Groenendaal vooral bekend onder ongeveer 26.000 levendige jonge mensen die samenwonen in een rustige groene stad. Tussen het groen en het water ontstaan nieuwe sociale nieuwbouwwoningen. Daarbij staat de architectuur in dienst van de omgeving en niet andersom. Het is een gemeente met veel jeugd en daarom ook een kindvriendelijke gemeente. Projecten als project Kinderboekenweek van afgelopen jaar op de Montessori School moeten meer mogelijk worden gemaakt vanuit de gemeente en dus het college van burgemeester en wethouders. Wij gaan zorgen dat er 15 projecten gesubsidieerd gaan worden en 10 projecten voor cultureel onderwijs worden uitgevoerd. De gemeente trekt veel toeristen naar zich toe. Dit is ideaal voor bedrijven. Er wordt hard gewerkt om toeristen naar Groenendaal te laten blijven komen. Zo gaan wij de toeristenbelasting afschaffen, met 15% dus verlagen, om nog meer toestroom van toeristen te realiseren. Dit gaat natuurlijk niet ten koste van het groen en van de bewoner in de gemeente. Normaliter hebben wij afgesproken om wonen, werken en welzijn in balans te willen houden.